stonden. En we gaan gelijk beginnen met een van de favorieten voor de titel. De Russische Elisaveta Tukhtamisheva. Samen met haar jongere landgenote Elena Radjanova. Zij eigenlijk het hele seizoen al in een hevige strijd verwikkeld. De twee dames met de hoogste scores voor beide kuren tot nu toe. Tukhtamisheva is in bloedvorm. En kan een drievoudig aksel. En zou ze die dan bewaard hebben tot dit wereldkampioenschap? Hier moet hij komen. Ja, en ze staat, de drievoudige aksel. Jongen, jongen. Meteen 10 punten op het scorebord. Drievoudige loets. De sprongcombinatie in het tweede deel van de kuur. Twee keer de drievoudige toloop. Ja, en ik durf te stellen dat deze korte kuur al beslissend is voor het wereldkampioenschap van Elisaveta Tukhtamisheva. Het hele seizoen heeft zij al zo goed gepresteerd. Heel veel wedstrijden gereden. De strategie dus van haar coach Alexei Mishin, die betaalt zich nu uit. We zagen haar al dus de drievoudige aksel proberen bij de Bavarian Open, waar ook Nicky Worries aanwezig was een maandje of wat geleden. Daar kwam ze ten val, maar hij was wel geroteerd. Dus dat was het bewijs dat ze hem kon. En waarschijnlijk heeft Mishin al zijn statistieken erop losgelaten om gewoon te zeggen van nou, je gaat hem gewoon doen, want hier kunnen we de slag slaan. Ja, en ze had vorig seizoen een totaal off-season niet geplaatst, zich niet geplaatst voor de grote wedstrijden. Omdat ze het Russisch kampioenschap verprutste. En toen is er gewoon een plan in werking gegaan. Een plan uitgedokterd door de professor hier in beeld, Alexei Mishin. En dat leidt misschien wel naar de wereldtitel toe over twee dagen. Ze heeft enorm veel wedstrijden gereden in het voorseizoen om maar ritme en stabiliteit, continuïteit te hebben. Hier is hij dan, drievoudige aksel. 3,5 keer om de as. 3,5 draai. Wow. Loepzuiver geland. Helemaal gewoon op achteruit geland. Wow. Niks met een draaidrietje of een haakje of wat dan ook. Gewoon loep en loepzuiver. Kijk, en de concurrenten doen dat niet. Ook een prachtige drievoudige loets overigens. Ook dik in de plus. De, ja, concurrenten doen dat niet. Dubbel. Die en doen een dubbel. Daar slaat ze dus gelijk 5-6 punten verschil mee. Het zal hem zeker niet doen in de lange kuur, daar ben ik van overtuigd. Want dat heeft ze niet nodig.
Ja, want eigenlijk is zij heel erg gelijkwaardig technisch als we haar vergelijken met Radjanova. Het hele seizoen al. En ze kunnen ook niet meer, want ook in die vrije kuur zitten maar een x-aantal drievoudige sprongen. Ja. En meer kun je ook niet doen. Dus dit was de... Ja, als ze de axel doet, kan ze 8 trippels doen. Maar dit zal ze dus echt niet doen, want dan heeft ze straks in de vrije kuur niet nodig. Dit is de strategie van een kunstrijprofessor. Ja. Opbouwen in het wedstrijdritme opbouwen in het begin van het seizoen. Foutloos rijden het hele seizoen. En dan op het laatst, als je het echt nodig hebt, die troef inzetten. Waar ze natuurlijk al heel lang op getraind heeft. En misschien zal de statistieken inderdaad hebben van de trainingen. Hoeveel procent Lansen hem? 77,62. De enige die dit seizoen nog over de 70 had gescoord was Radjanova. Maar dat was... Dus even kijken, 70 en een halve punt. En ze slaat gelijk, bam, 7 punten, gat.